Daar is de mooiste lied. Even luisteren. Waar je altijd horen kon. We gaan aan boord. De voerman laat er nou paarden draven. En aan de horizon leidt een beloofd. Ja, Angela, dit is de Zuiderzeeballade, hoef ik jou niet te vertellen. Nee, nee, dit is namelijk het eerste lied wat Nico en ik, wij zijn even oud, herkennen. Nog als het eerste lied waar we hingen aan de distributieradio en dan hoopte je dat het gedraaid werd. Je komt uit Alkmaar. Ik kom uit Alkmaar, wij komen alle twee uit Alkmaar, ja. Hij uit Overdie. Dat is niet bij de Zuiderzee, weet ik. Nee, maar we waren 3, 4 jaar en dan werd het liedje gedraaid. En dan, ons programma gaat ook heel erg over wat muziek met je doet. Ja. En heel erg ook over het water, de strijd van het water en het verbond met het water. Maar vooral de Zuiderzeeballade, ja, dat is de melancholie van het verlies. En dan ben je heel klein en dan weet je eigenlijk helemaal niet wat dat betekent, maar je voelt het wel. En als ik dit liedje hoor, dan ben ik in 1 keer weer 3, 4 jaar en hang ik weer aan die distributieradio. Dus dat, dat is eigenlijk ook, dat zeg je zelf ook altijd, dat is eigenlijk ook waar jouw voorstelling over gaat. Namelijk muziekherinneringen, persoonlijke favorieten die je dus weer terugbrengen. Nou ja, wat een liedje, dat zijn ook vaak ankers in je geheugen. Mm-hmm. Weet je wel, je hoort een liedje en hup, je bent weer 12 en je krijgt zo je eerste zoen. Ja. Of weet je wel, en of dat één... Welk nummer was dat dan, Angela? Het grappige is dat vooral bij de jingles van Radio Noordzee en Radio Veronica is. Die tijd dat je dan zo'n transistorradiootje had, dat we allemaal bij het zomerbad, waar we dan allemaal een abonnement hadden, bij het zomerbad, dat we dan hoopten dat je favoriete artiesten werden gedraaid. Maar dat was altijd een reclame-tune. Ja, maar dat moest toen nog. Ja. Toen moest je nog wachten op de radio. Ik heb het ook nog een beetje meegemaakt. Dat kan de jeugd van tegenwoordig zich niet meer voorstellen natuurlijk. Dat je moest wachten, misschien komt dat ene nummer. Nu druk je op een knopje. Nou, precies. En dus het gaat natuurlijk over, het is natuurlijk een gelaagde voorstelling, hoop ik dan maar. Maar het gaat over de strijd tegen het water en vooral hoe dat ons verbindt. Ik praat liever over alles wat ons verbindt in plaats van wat ons... Mm-hmm. Hè? Maar ook vooral hoe muziek je vormt. En dat het ene lied brengt je terug bij het graf van een vriend. En het andere liedje, komt die eerste zoen. En dan kan het dus ook van alles zijn. Dan maakt het niet per se uit of het nou echt een heel goed nummer is. Een goed liedje geeft altijd een filmpje. Zonder Penny de Jager. Weet je wel, vroeger moest je altijd wachten. Een half uur was je de hele week was je wacht op top op. En dan was het altijd Penny de Jager, toch? Ook leuk. Prachtig showballet, toch? Ja. Prachtig, maar ik bedoel, dus dat is... En de Zuiderzeeballade is dus een liedje waar wij alle twee... We doen hem ook in de show. Het is het enige liedje wat we gewoon... echt gezocht hebben naar de juiste Optigan-disc. Die vonden we niet. Nee, dat lijkt dus we doen bijna alles op classical guitars. Gewoon gebroken akkoorden. Daar kan je alles op zingen. We gaan zo naar de Optigan, want het heet Angela en de Optigan, jouw theaterprogramma. En je nieuwe cd niet trouwens, die heet Ik Verdedig. Maar daar staan die Nederlandse liedjes op die je onder andere doen, bent. Ja. Maar ik wil nog naar een ander stuk wat belangrijk voor jou is. Nou, dat ben je van een Nederlandse componist. Dat weet niet veel mensen, denk ik. Simeon. Ten Holt, Canto Ostinato. Canto Ostinato. Ja. Laten we even daarnaar kijken. Het gaat zo door, hè? Ik heb dit stuk ook in mijn show, omdat het is ook waanzinnig populair geworden de laatste jaren. Wat er mooi aan is, die man heeft er jaren aan gewerkt, Simeon ten Holt. Begin jaren 70, dit is volgens mij, is dit van Veen van Veen? Dat zijn verschillende... Ja, ik hoor dat het zo is. Dat vind ik persoonlijk de allermooiste uitvoering. Ja. En wat het is een beetje een trance-stuk met wat atonaliteit erin. Ja, het gaat maar door. Het gaat maar door, maar als je dus bedenkt dat hij dat begin jaren 70 heeft geschreven, hij heeft er jaren over gedaan, en dat het nu op al die Sensation White en Sensation Black gaat het heel vaak over trance. Die house is ook trance-muziek. En hij was een tijd ver vooruit. En dat stuk, als je dat opzet, dat is zo mooi. Maar het gaat natuurlijk om, ook in jouw programma, wat het met jou deed. Wat het met mij, ik zag bij De Wereld Draait Door, volgens mij was het bij de mensen die vertelden hoe hun leven
werd beïnvloed door dit stuk. Er was een vrouw die ging scheiden na het horen van dit stuk. Ja. Ik vind het nogal wat. Ja, dat is wel drastisch. Er was ook een verhaal bij dat iemand die heeft een einde aan zijn leven gemaakt na het horen van dit stuk. Dat is nog drastisch. Die zat daar overigens niet in het programma. Maar, oh, dat niet. Nee. En toen dacht ik, ja, dat vond ik wel heftig. Maar toen dacht ik, ja, dit stuk heeft mij ook door een zware tijd geholpen. Ik ben ooit eens geopereerd aan mijn stem. Mm-hmm. Terwijl ik iemand was die altijd kon zingen. Maar het was in een slechte tijd. Griep, doorzingen, hup. En die operatie is helemaal niet zo goed gelukt. En ik heb gewoon jaren niet kunnen zingen. En ik heb zelfs een aantal maanden kon ik niet praten. Nou, het was lekker rustig thuis. En dan vertel ik over mijn vriendschap met Nico. Hoe Nico op een gegeven moment opeens in de kamer stond. En zei, kom op, we gaan die stem vinden we wel weer. En dat is ook wel gedeeltelijk gelukt. Ja. Maar en die kanten, ostinato, die zetten. Heb je er doorheen gesleept, nou, die zetten ik dan keihard op. Echt keihard. En dan probeer ik gewoon toch die angst te bezweren van, ja, straks kan ik nooit meer leuren. Of zingen, weet je wel. Wat ga ik dan doen? En dan ging ik het huis schoonmaken. Gaat heel goed op kant. Ja, dat lijkt me wel. Dat gaat maar door. We gaan nu naar de Optigan, want ik wil graag weten hoe die klinkt en hoe dat gaat. Ja. Maar eerst even, wat is het voor ding? Nou, we hebben een orgelmonteur, Marcel Groot. Okay. Je kent hem ongetwijfeld. Ja, daar is hij van. Hè, ja, want ons is stuk. Ja, Nico heeft er zelf ook een, maar dat komt zo wel. Laten we even kijken naar Marcel Groot, die vertelt over die Optigan. Ja, dit is een Woolitzer 206. Deze moet nog helemaal gereviseerd worden. We hebben hier nog een oude Woolitzer staan, een 145. We hebben hier een Classroom Woolitzer staan. We hebben hier een Hohner Electra piano staan. Fender Rhodes die nog helemaal in de revisie moet. Deze ook. Een Woolitzer die wel helemaal gerestaureerd is. Ook nog weer een oude Woolitzer. Hele bijzondere klavinet. En een Yamaha CP. En dan staat hier de Optigan. Nou, de Optigan dat is eigenlijk een soort orgel. Wat gemaakt is in begin jaren 70. Er zijn er ongeveer met 1000 van naar Nederland geëxporteerd. En het is gemaakt door dezelfde fabrikant wat ook Barbie poppen maakte. Dus dat geeft al aan dat het bijna een stuk speelgoed is. Het werkt als volgt. Er zit hier een klepje in. Dat klepje, daar zit de optische plaat in met alle geluiden erop. Het orgel kan zelf dus niks. Die leg je erin. Je kan er verschillende platen in leggen. We zetten hem aan. Dit geluid hoort erbij. En dan feest. Met de linkerhand kan je dus de akkoorden spelen. Dan hebben we hier nog wat effecten. Met introotjes, alles erop en erop. En het is gewoon. Het is eigenlijk fouten kan het niet, maar toch wel heel erg leuk. En hoe ziet zo'n Optigan er dan van binnen uit? Hoe werkt dat? Nou, daar ging dus de plaat in. Als we hier naartoe gaan, dan kan ik even de deksel eraf halen. Dan zien we gewoon de techniek erachter. Hier kunnen we inkijken, twee speakertjes. Hier draait de plaat, wordt aangedreven door een wiel. Onder de plaat zit hier een gloeilamp. Die gloeilamp die geeft licht onder de plaat. Bovenop zit een soort LDR die de sporen afleest. Alle sporen die erop staan, die zijn live ingespeeld door echte muzikanten. Dus dat is heel bijzonder. Dus je hebt echte geluiden. Alleen, omdat het een plaat is, hoor je ook het gruizigen van de plaat. En dat is natuurlijk erg grappig. En nou ja, de speakers, een line-out, een reverb tankje en een volumepedaal. En dat is het eigenlijk. Ja, slechts 1000, Angela, zegt Marcel Groot ook. Ja, die zijn er dus bij en ze doen het gewoon allemaal. Kijk, bij toen ze doen het allemaal niet meer, toch? Nee, joh, nee. Toen het gepresenteerd werd in Amerika was het eerst groot nieuws. Hè, van, nou, er komt nu iets aan. Het was echt iets voor de consument. Voor eigenlijk muzikaal speelgoed, voor de muzikaal talentloze onderzoek. Dat is wat je zegt in je voorstelling. Ja. En toen bij de presentatie deed hij het al niet. Nou, dat is het is gewoon eigenlijk een mislukt instrument. Maar wat hij al zegt, die floppy disk, die grote slaggen LP's, dat is het goud. Ja. Die zijn ingespeeld door de beste muzikanten van die tijd. Ja, het is echt, muziek die is echt opgenomen op die floppies. Ja, maar het is natuurlijk allemaal oud, dus het loopt en het trekt en het is vals en je moet het een beetje stemmen. Maar ja, als het het doet, dan hebben wij dus gewoon dikke pret. Maar wanneer dacht jij toen je van het apparaat hoorde, hier kunnen we wat mee gaan doen? Dat komt door Nico. Ik zeg, Nico, na 16 jaar, wij zijn oude vrienden. Wij komen uit Alkmaar. Hij is jouw muzikaal geweten, jullie doen veel samen. Hij produceert mijn plaat, wij zijn oude vrienden, we schrijven veel muziek samen. En hij zegt, je moet een Optigan hebben. Nou, meestal, als hij wat wil,
beslist hij dat ik dat moet hebben. Ja, ja. Dat is meestal zo. Dus hij zegt, ik kan er misschien aan één komen. Eén inclusief de plaat, hebben we hem gekocht. En wat denk je bij het eerste optreden? Ook kapot, natuurlijk. Ja. Echt, ik had beter Angela zonder de optigan kunnen doen. Maar hij doet het weer en we hebben dus die van Jan mee. En het is gewoon dikke pret. Dus wat ja, maar... wil je wat horen? Ja, want het doet me namelijk een beetje denken aan dat we vroeger met vriendjes plaatjes gingen draaien. Dat de ene zei, oh, ik heb dit nog, ja. Oh, moet je dit eens horen? Ja. Ja. Dat is het toch een beetje? Dat is het een beetje. Ja, toen wij dat voor de eerste keer, toen deden we die platen erin. Welke heb je erin zitten? Ja, ik heb nou nog die Nashville erin zitten. Ja, die hebben we gehoord. Ja, die hebben we gehoord. Doe even de classical gitaar erin. Classical gitaar? Gaat zo'n floppy, hè? Ja, dat is een floppy. Dit is helemaal niet zo'n goede floppy. Het is niet onze beste floppy, maar het de classical gitaar is dit. De classical gitaar. Het leuke van deze floppy Janica moet hem aanslingeren ook. Ja, hij moet hem aanslingeren. Het leuke van deze floppy, akkoord, dat weet jij ook. Het is een gebroken akkoord. Kan je alles op zingen? Roept u maar. Hoort u een liedje? Wat? Luister. Spiegelbeeld. Vertel eens even. Ben ik heus zo oud als jij? Is het waar? Ben ik 20? Was het maar waar? En wat je ook kunt zingen is... De koor zei Yesterday. Of kan dat dan niet? Yesterday van de Beatles. Nee, die knopjes yesterday. Heb ik niet. Yesterday. Ja, nou wordt het lastig, hoor. Nou wordt het lastig. Ja. Ja. Knopjes zitten er niet op, hoor. Je hebt niet alle knopjes. Nee, je hebt niet alle knopjes. Dus soms moeten we een beetje... Iemand riep van de week halleluja ook, hè? Ja. Nou, inmiddels zijn we eruit, maar dan moeten we een beetje smokken. Ja. Bluff, ja. Ja. Dus daar heb je dit voor. Als ik op school uit goed fatsoen gevraagd werd om leuk mee te doen, vond ik het altijd snel saai en vermoeiend. Moet je alweer gaan. Halleluja, halleluja. Ja, dus dat kan allemaal, maar je moet het een beetje zoeken. Wat je ook kan doen, en dat zeg ik dan op een gegeven moment, heb ik dan met de meisjes... Maar dit kan dus, het schiet me nou te binnen, omdat dit is het apparaat voor de muzikaal talentlozen, zoals je zegt. Ja, ja. Dat je dus eigenlijk zelf... Knopjes indrukt. Ja, je kunt net doen alsof je wat kunt. Je kunt net doen alsof je een muzikant bent. Ja, de boodschap was, iedereen heeft talent. En wat zien we nu op de televisie, waar doe ik vrolijk aan mee? De Voice of Holland. En dus het is heel leuk, daarom heb ik ook Sway mee. Ik heb er nu maar twee mee, het zijn eigenlijk drie. Nee, het zijn solisten, hè? Maar ze lopen bij mij. Ja, maar ze lopen met z'n drieën bij jou mee. Ja. Ja. En nu met dan heb je het over talent. En iedereen heeft talent. Maar wat je, dus dan zeg ik ook tegen hun, dat zingen we Spiegelbeeld, kennen zijn niet. Maar je kunt ook zingen. I heard that you settled down. Adele. That you found a girl. En het is allemaal dezelfde. Married now. En dan gaan ze allemaal meezingen. Maar je kunt ook zingen. Let op meisjes. Let op meisjes. Let op meisjes, ja. Let op. In the ghetto. In the ghetto. Dus je kan er eigenlijk Spiegelbeeld. Ja. Ik heb het door. Van Wilson wel. Ja, ja. Thuis ga ik nog Oh, die is ook leuk. Wat ken je die? Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een karman met paard. Oh, die gaan we er ook in studeren. Ja, het door. Ja. Ja. Dus je kunt eigenlijk. Ja. Maar het is waar ik geboren ben. Wim Sonneveld.